Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. En de vorige aflevering, of ja ook gisteren, allebei. Gisteren was de vorige aflevering, ja. En toen gingen we zeg maar reizen van onze woonplek naar hier zo, naar onze andere woonplek. Of ja, onze ex-woonplek. En dat ging nog best snel, dat ging verrassend snel. En toen moesten we kiezen, gaan we verder reizen of gaan we weer terug. En ik zat te denken, hey, we gaan verder reizen. Dus ja, dan gaan we dat maar doen, hè. Is goed. Ik heb hier gewoon onze inventaris. Deze dingen nemen we mee, deze hoef ik niet. Sugarcane neem ik eventueel nog mee. Ik wil niet heel mijn inventaris vol maken, want dat is gewoon heel vervelend. Dat is gewoon, want dan zit je alles weg te gooien en zo. En ja, dat doe ik even goed, maar ik wil het niet helemaal vol hebben. Ik wil gewoon zeldzame dingen meenemen naar huis. Poepoe. En nu gaan we maar gewoon reizen. En maar gewoon kijken wat we vinden. Want we hebben wel mooi land in deze wereld. Dus dan, ja, we moeten het alleen nog ontdekken. We hebben Mineways, is een goed programma. Maar die wil ik eventjes niet gaan gebruiken. Ik wil gewoon deze aflevering gewoon in Minecraft reizen. En ik weet niet hoe ver we nog moeten reizen voor we op land komen. Want ik zelf reis ik altijd liever op land dan op zee. Ik ben een echte landrot, ik. Zou je niet zeggen als je me nu zo zag. Dus ik wil naar het land nu. Vanochtend frustraties. Ja. Vanochtend wou ik The Sims 1 spelen. En dat staat bij mij bekend als een superleuk spel. Een leukste spel wat ik ooit heb gespeeld. Nee, dat denk ik Minecraft. Maar dat weet ik niet zeker. Sims 1 ook. En ook heel nostalgisch. Het is niet zo'n heel erg leuk spel. Maar het is... super nostalgisch. Ik heb er heel veel leuke herinneringen aan. Dus ik wou het spelen, maar het staat mij ook bekend als het spel van de frustraties, van de vele problemen. Omdat het spel gewoon in het jaar 2000 is gemaakt. Het spel is een half jaar jonger dan ik zelf. Dus ja, dan kun je het al een beetje raden. Sims 1. Ja. Ik had het pas voor het eerst gespeeld in 2007, maar toch. Toch. Even goed. Ik ga nog een beetje verder reizen door het land. In ieder geval. Sims 1, vervelend, problemen. Wat heb ik gedaan? Ik wist al dat het niet zo goed ging op mijn computer. Dus ik ging naar... ik pakte een oude computer. Met Windows XP erop. Dus ik zette het daarop. En het wou niet opstarten. Er waren gewoon telkens problemen met opstarten. En telkens als die opstartte, dan duurde dat 2 seconden en toen ging die naar het bureaublad. Dat was heel vervelend. Ook omdat ik gewoon 2 uur heb besteed aan het installeren van het spel. Het is heel jammer dat allemaal en alles. En toen dacht ik, weet je, ik geef het op. Toen ging ik naar boven, op mijn eigen computer. En toen... Ik ga daar naartoe. Toen dacht ik opeens, hé, laat ik het hier eens toch op gaan proberen. En het ging hier best ver, ging het nog. Dus ik heb het geïnstalleerd en zo. Toen startte ik het op. Kwam ik bij een of ander flikkerscherm. Niet flikker, maar knipperlicht. Flikkerlight. Gewoon in het Engels. Met CK. Flikker. Flickering screen. Dat het knippert. En het knipperde niet echt, maar ik vond het gewoon leuk om flikker te zeggen. Nee. Er waren van die rare zwarte vakjes in beeld. En dat was heel raar. Ik kon het wel opstarten en alles ging goed en zo. Full screen, lekker. Goed zo, mooi, leuk spel, heel nostalgisch en goede muziek. Muziek doet het dan bij The Sims 1. Alleen, wat nou heel jammer was, rare zwarte vakjes, waardoor ik dus gewoon niet kon zien wat er in het spel was. Snap je? Dus alleen de dingen die bewogen, die hadden geen zwart vakje eroverheen. Dus ik weet niet hoe ik het precies goed kan uitleggen. Maar het is, zou zeg maar zo zijn, hier zo. Alles zwart zijn behalve mijn Minecraft poppetje. En de toolbar van onder. En de bewegende konijntjes, die zouden ook geen zwart vakje voor zich hebben. Maar voor de rest zou alles helemaal zwart zijn. En dat is niet fijn. Dan kun je het spel niet spelen. En ik wist niks wat ik er tegen kon doen. Mijn vader zei, hey, doe iets met mijn graphics card iets instellen. Ik dacht, ja, dat zal ik proberen. Ondertussen al helemaal chagrijnig erdoor. Want ik haatte het. En maar toen werd het nog erger en toen kon ik niet eens meer fatsoenlijk opstarten. Ja, dat wel, maar ik kon niet naar het spel toe. Het liet gewoon niks zien en toen ging het weer automatisch naar het bureaublad. Dat is ook heel vervelend. Dus toen zette ik alles weer terug. En toen had ik nog steeds dat flikkeren van het zwart dingen. Het knipperde een beetje. Maar vooral zo'n zwart vakje ervoor. Heel vervelend.
Heel vervelend. Dus ik kon het niet spelen. En dat vond ik heel jammer. Want ook gewoon gisteren ging ik bij mijn opa en oma slapen. En ik dacht van, hé, misschien lukt het daar om de Sims 1 te spelen. Ik wil het gewoon nog eens een keertje spelen. Gewoon heel graag. Maar uiteindelijk had ik toch geaccepteerd dat het niet zou lukken. En wat ik toen deed was SimCity spelen. Dat is ongeveer hetzelfde. Nee, echt helemaal niet, maar... Jawel, het is een simulation game met Sim in de naam. En van EA Games. Voor de computer ook. Dus, maar SimCity is, je moet een stad maken. De Sims is, voor degene die het echt niet weten... Je maakt er een huis. Of je hebt er alleen. Die richt je in. En je maakt een familie, een gezin. Je maakt gewoon personen. Echte gewoon persoonlijkheden. En ik doe ook de Sims-serie doe ik binnenkort weer. Nadat Harry Potter is afgelopen. Harry Potter duurt nog 1 aflevering. En daarna komt de Sims 4. Leuk, hè? Dus morgen is het nog Harry Potter. Daarna is het weer Life in the Woods. Net als vandaag. En daarna is het de Sims 4. En waarschijnlijk hoor. Dat is mijn planning tot nu toe. Dus dat wordt ook heel fijn. En leuk. Maar Sims 1 is helemaal anders. Het is ook graphics veel simpeler en zo. Het spel zelf is ook gewoon veel simpeler. Je hebt tegenwoordig Sims 4 is super lastig. Als je Sims 1 gewend bent. Het is ook mijn leeftijd en zo. Dat is niet heel lastig, maar gewoon... Het is heel gecompliceerd. Het duurt lang voordat je echt het spel goed snapt. Maar de Sims 1 snap je binnen 3 minuten. Nee hoor. Het duurt 10 minuutjes. Maar in ieder geval, dat is de Sims 1. Lekker simpel. Je wordt niet eens ouder. Je blijft gewoon even oud. Als je een baby krijgt, blijft hij heel zijn leven baby. Dat is dan weer zo'n nadeel van de Sims 1, maar... Vind ik. Maar dat bewijst wel hoe simpel het is. Ook gewoon... De graphics altijd uit dezelfde hoek. Al kun je wel kiezen uit 4 kanten. Maar je hebt 4 uitzichten om naar je huis te kijken. Dus ja. Dat is al best simpel, vind ik. Ah, gast. Verder lopen, snel. Voordat we echt helemaal doodgaan. Gebeurt toch niet. Zo'n super simpel spel. En Sims 4 is veel moeilijker, gecompliceerder. Je kunt er veel meer doen. Dat is over het algemeen wel beter. Het is een veel beter spel. En je bent er ook langer mee bezig, maar de Sims 1 is voor mij nog veel nostalgischer. En de muziek geniet ik echt van. Je hebt ook gewoon filmpjes op YouTube met die muziek erin, maar toch wil ik erbij spelen. Het nostalgische gevoel wil ik gewoon hebben. Maar dat gaat niet. Ja, met zwarte vakken overal doorheen. Stom. Maar ja, ik moet gaan eten. Ah, wij gaan hier echt langzaamaan dood. Oh nee, toch niet. Laat maar. Snel weg. Nee. Eten. En weglopen. Ah. Oké, we zijn weer goed. Lopen, lopen, lopen. Misschien kunnen we hier leuke basisjes maken, of niet? Ik weet het niet. Ik moet wel gaan slapen. Echt niet normaal, dit. Bup. Dus dat was mijn depressieve moment van vandaag. De Sims 1. Ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet meer aan denken, maar weet je wat is? In Minecraft moet je ook vaak huizen maken. En in het echt heb je ook heel vaak, zie je huizen. Dus, of ik toch? Ik weet niet hoe het met jullie zit. Jullie zien waarschijnlijk ook wel vaak huizen hoor, maar ik ook. Ik ben net als jullie, een hele domme jongen. Niet dat jullie domme jongens zijn, maar... ik ben ook gewoon een mens, ja. Sommige mensen weten dat niet. Jawel. Ik weet het zelf niet. Waar gaat dit naartoe? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, Minecraft heb je ook heel vaak huizen. En dan denk ik van, hey, leuk huis, dat kun je goed in de Sims maken. En dan denk ik wel vaak gelijk aan Sims 4, maar daarna, vrijwel gelijk daarna, aan de Sims 1. En als ik een ranglijst moet maken van de leukste Sims spellen, vind ik het op nummer 1. Sims 1, zou ik het liefst spelen nu. Daarna Sims 4, daarna Sims 2, daarna Sims 3. Ik snap het niet. Heel veel mensen vinden Sims 3 goed en leuk en zo, maar op een of andere manier vind ik Sims 3 niks aan. Ja, ik weet het niet waar het aan ligt. Misschien Sims 3 is ook heel simpel als je er geen uitbreidingspakketten bij hebt. Ik heb er geen uitbreidingspakketten bij. Ik vond de Sims 3, het standaard spel, vond ik saai. Dus ik dacht, hé, daar ga ik niks bij kopen. Van de Sims 4 heb ik ook geen uitbreidingspakketten nog bij. Maar ja, even goed leuk spel vind ik. Er zitten al heel veel onderdelen bij en zo. Maar die uitbreidingspakketten, die
zorgen er ook voor dat het specialiseert in het spel. Oh mijn god, wat zou ik hier graag een huis willen maken. Dit is echt een vet plekje voor een huis. Geloof me. Oh mijn god. Dit. Oké, dit. Screenshot. Mooi. Gewoon met de coördinaten erbij. Dus als we ooit nog ergens naartoe willen, voor een huis, ver weg, dan wordt dat de plek. Oké? Moeten we het alleen niet vergeten. Waarschijnlijk vergeten we het wel. Eigenlijk zijn hier best wel veel mooie plekken om een huis te maken. Hier, dat ook al. Als je creatief bent, dan kun je van alles een huis maken. Daar laten we het op, laten we het daarop houden. Wat gaan we nog doen? Ik zie, ja, daar kun je ook weer iets moois maken. Het is gewoon allemaal... Ah, ik wil de Sims 1 spelen. Ik heb dus 2 afleveringen van de Sims 1 gedaan op mijn kanaal. Misschien als je heel nieuwsgierig bent hoe de Sims 1 is, kun je dat kijken. Weet je wat stom is? Ooit komt er een moment dat we geen Minecraft kunnen spelen. Ik weet het zeker. En dat we het wel willen. En nu zitten we het gewoon... En ik heb echt al super lang heb ik ook gewild om het gewoon eens een Minecraft serie te doen op YouTube. Dus heb ik ook echt heel lang gewild. En het, nu doe ik het ook gewoon al een paar jaar. Of anderhalf jaar denk ik. Nu. En daar moet ik blij mee zijn. Ik moet blij mee zijn dat ook echt is. Maar het is moeilijk om je te realiseren wat je hebt. Het lukt echt pas echt. Ik realiseer me nu wat ik allemaal heb. En zo, ik ben gezond en alles. En heel gelukkig en alles. Maar het is moeilijk om dat te realiseren. Dat realiseer je pas als het niet meer is. Op het moment dat je de Sims 1 niet kan spelen. Realiseer je dat je heel blij moest zijn toen je het wel kon spelen. Vroeger, ja dat weet ik nog. Toen ik dat spel net had, werd ik gewoon om 6 uur 's ochtends wakker om de Sims 1 te gaan spelen. Beneden op mijn gekleurde desco stoeltje. Die heel onstevig in elkaar zat. Maar dat maakte weinig uit. Ja, ik weet het nog. En ook om te installeren. Mijn broer en mijn vader zaten net te installeren. En ik zat te wachten tot ik het kon spelen. En dan had je als begingezin had je Gijs Groentje. Oh, geniaal. En daarmee leerde ik dat spel dus spelen. Maar ik kon ook niet goed huizen maken toen. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te spelen. Oh, dit wordt zo emotioneel. Ik ga de aflevering afsluiten. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan eventjes een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Voor meer, ik ga de koe vermoorden. Rah, boom. Dus abonneer voor meer. En dan zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer. Doei. Ah, allemaal koeien.